Elisabeth, meer bekend als Els, werd geboren op 15 februari 1948 in Woerden, Nederland. Maar wij zijn nog hier. En wij hebben die troost van nodig. En deze Heer is de trooster. Hij is het leven. Hij is het die ons bemoedigt en kracht geeft. En die haar ook kracht gegeven heeft tot het einde toe. Het is dus aan ons gelegen. Wat doen we dan? De trooster is er. Hij wil jullie bemoedigen. Hij wil jullie sterken. Hij wil met jullie zijn. Hij wil jullie dragen en stralen. Laten wij ons openstellen voor hem. Wij zijn trots op onze mama. Wij zijn dankbaar voor onze mama. En wij zouden zonder twijfel weer kiezen voor haar als mama. Mama heeft in de laatste fase van haar leven gestreden tegen kanker. Haar doel was 104 te worden. Op het laatst zei ze: dat is wat ik wou, maar het is anders bepaald. Ze heeft een mooi leven gehad en is nu op een mooie, veilige plek. Ik wil het ieder vragen om op te staan, net zoals we bij onze vader deden, driemaal te applaudisseren voor onze lieve moeder, onze strijder, onze doorzetter. Lieve mama, wij houden van jou en zullen heel vaak aan jou denken.